namens de gemeente Wassenaar en ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. We zijn weer terug in Raadhuis De Bouw. Zoals u heeft gezien is de restauratie aan de buitenkant in een eindfase. We zullen nog even geduld moeten hebben om de okergele zandkleur, steenkleur in het zomerlicht te zien stralen. Dit geschenk voor Wassenaar is echter te mooi om niet alvast een beetje uit te pakken. En na de zomer gaan we samen met onze inwoners dat vieren. Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wens ik u een gelukkig, gezond en voorspoedig 2020. Het is voor mij een groot genoegen om als uw burgemeester hier vandaag te staan. De afgelopen 6 maanden heb ik ervaren als een warm Wassenaars welkom. Dank voor al die mooie gesprekken en ontmoetingen. Via uw verhalen ervaar ik nog sterker wat er leeft in ons mooie dorp. En het voelt als thuiskomen. En dat is ook gelukkig echt het geval na onze verhuizing met mijn vrouw en dochter vlak voor de kerst naar Wassenaar. Also, warm welcome to the ambassadors, diplomats, and other international guests. Thank you for your presence at this New Year's reception. I wish you all a very happy New Year. I'm proud to welcome you as your new mayor. A gezellig Wassenaar welcome, a home away from home. I look forward to further strengthening our relationship this year. A very special year. This year we commemorate the end of World War II and celebrate 75 years of freedom. We have to be grateful for and realize how valuable it is to have been living in freedom for the past 75 years. And to whom we owe our freedom. In 2002, we will remember and celebrate this together. We all gathered here in this room today, we are share the responsibility of passing on that freedom to further future generations. I will continue in Dutch. Dames en heren, als wij iets doen, wie dan? Dat is de pakkende titel van het hoofdlied uit de succesvolle musical Soldaat van Oranje. Al vele jaren wordt vlak naast Wassenaar in de theaterhangar een voormalig Frieke van Valkenburg dit lied gezongen. Het vertelt het verhaal over de Nederlandse verzetstrijder en schrijver Erik Adolf Holsma. Iemand die met gevaar voor eigen leven opstond voor de vrijheid. Tot de dag van vandaag is hij sterk verbonden met Wassenaar. Zo heeft de soldaat van Oranje zijn laatste rustplaats gevonden bij het oorlogsmonument aan de Schouwweg. Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Het is goed te beseffen hoe bijzonder het is om al 75 jaar in vrijheid te kunnen leven. Volop te laten zien aan wie onze vrijheid ook te danken hebben. En in Wassenaar staan we daar dit jaar uitgebreid bij stil. 27 januari met de Holocaustherdenking in Wassenaar en 27 februari met herdenking bij het strand de Wassenaarse slag waar de Franse commando's sneuvelden. Daarnaast werkt de gemeente samen met de historische vereniging Oude Wassenaar aan een naamboek, waarin alle namen van de Wassenaarse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog komen te staan en een prominente plek gekregen in ons dorp. En de start van een initiatief vanuit de Raad rond de projectgroep Stolpersteinen met het realiseren van de plaatsen van de eerste stenen in 2020. En op dit moment wordt met de Oranje Vereniging hier aanwezig ondernemers en andere betrokken Wassenaars gewerkt aan een passend programma tijdens de Bevrijdingsdag op de Berghei. Een dag voor vrijheid en voor iedereen, maar vooral ook over de generaties heen. De gemeente heeft een speciaal e-mailadres geopend waar u uw vragen en initiatieven naar toe kunt sturen. 75 jaar vrijheid, het wassenaar.nl. Doet u mee? Als wij iets doen, wie dan? Is wat mij betreft ook een oproep om
vandaag de dag niet onverschillig te zijn. Wie staat erop en ziet om naar de ander? In Wassenaar zijn er gelukkig heel veel mensen die zich als vrijwilliger inzetten bij tal van sportverenigingen, culturele initiatieven, maatschappelijke organisaties, wijken, buurtverenigingen en serviceclubs. En dat is van grote waarde. En dat maakt ons veilig groene dorp zo prettig om te wonen, te werken en te ontspannen. De vergrijzing wordt te vaak in mijn ogen neergezet als een probleem. Dit doet echt helemaal geen recht aan een grote groep vitale dorpsgenoten die een belangrijke bijdrage leveren aan ons fijnmazige sociale netwerk. Met elkaar hebben we wel een uitdaging om met steeds drukkerende agenda's nieuwe vrijwilligers te vinden. Hier zullen we met elkaar de schouders op moeten zetten. Jong, gezin, grijzen of expert, we hebben iedereen nodig. Wassenaar zijn we per slotvereniging samen. Dames en heren, de afgelopen dagen is een volk debat over hoe om te gaan met vuurwerk en huffelig gedrag tijdens oud en nieuw. In Wassenaar hebben we gelukkig een relatief rustige jaarwisseling gehad. Ik wil alle hulpverleners dan ook hartelijk danken voor hun inzet dat alles oorlog is verlopen. Maar ik baal echt enorm van dat in ons mooie dorp voor 10.000 euro schade is aangericht aan verkeersborden, prullenbakken, stuntoestellen en een houten rugdek dat moet worden vervangen. Daders zijn helaas lastig te vinden. En toch is de inspanning waard om ze op te sporen, te rechten, de straffen en de kosten te verhalen. Het sterkt mij wel op de gedachte dat je anders moet gaan kijken, dat het anders moet en dat we hier ook wel met elkaar een gesprek over aan moeten gaan. Graag met de wijk, de buurtverenigingen en met de raad. Wat mij betreft heeft de wijk het Kerkenhout dit jaar laten zien dat het ook anders kan. Dit vergunde vreugdevuur is goed verlopen. En door het initiatief van een aantal buurtbewoners heeft de wijk genoten, ik hoop zelf ook, van een indrukwekkend collectieve vuurwerkslag. Gewoon door de wijk betaald en door de mensen zelf geregeld. Complimenten wat mij betreft en dat verdient navolging. Het volgende wat mij betreft verdient geen navolging. Wanneer we niet meer als gewone, verstandige mensen met elkaar in gesprek gaan. Burenruzies uitvechten via juridische procedures. Dit zichtbaar wordt via een zorgelijke groei van een aantal verzoeken tot openbaarmaking, waardoor de stapels documenten door de gemeente moeten worden nagelozen. En de gemeente die steeds meer als scheidsrechter moet optreden. Dit soort trajecten kennen aan het eind van de dag alleen maar verliezers. Laten we in het nieuwe jaar wat meer de verbinding zoeken. Ga een gesprek aan en luister ook naar een ander. Samen los je zoveel meer op dan alleen maar in je eigen gelijk blijven hangen. Dit vraagt ook om een gemeente die de dienstverlening aan haar inwoners centraal heeft staan. Vraag tijdelijk een antwoord en werk vanuit het principe van vertrouwen. En gaat dit altijd goed? Nee, natuurlijk niet. Gelukkig gaat er wel heel veel goed. En ik spreek dan ook graag de waardering uit voor onze mensen in Wassenaar en Voorschoten die je dagelijks werk van maken. In een tijd van een krap arbeidsmarkt is het een stevige uitdaging om medewerkers aan je te blijven binden en nieuwe talenten aan te trekken. Het creëren van bestuurlijke en politieke rust helpt je wel bij. En ook helderheid geven helpt je bij. Oftewel, minder gedoe en meer doen. Samen met mijn collega, burgemeester Bonnie Boefenkoenen, hier aanwezig, het college van Voorschoten en de twee gemeenteraden, zetten we stappen om te komen tot de doorontwikkeling van onze werkorganisatie. En dit doen we door meer opgavegericht te werken. Via programma's en waar dat nodig is, ervaren medewerkers in te zetten die toegewijd werken voor de gemeente Wassenaar of voor
gebruik maken van alle kennis die aanwezig is bij heel veel betrokken inwoners. Ik mocht er al velen van ontmoeten net. Werken van buiten naar binnen. Met elkaar vanuit het algemeen belang. En uiteindelijk met een democratische legitimatie vanuit de gemeenteraad. Dames en heren. Dit jaar is halverwege de bestuursperiode. In juni vorig jaar heeft onder leiding van mijn voorganger Van Koen de raad een stevige agenda geaccordeerd om de realisatiekracht te versterken. Om dit voor elkaar te krijgen is het programma Wassenaar 2030 geïntroduceerd. Niet het zoveelste nieuwe rapport, maar 6 praktisch toekomstgerichte programma's die moeten leiden tot de uitvoering van het coalitieakkoord Wassenaar zelfstandig en verantwoordelijk. U ziet van die banners hier in deze mooie zaal. In november heeft de raad de sluitende meerjarenbegroting vastgesteld. Hierin staan investeringen die vanaf dit jaar zichtbaar worden in het dorp. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe gymzaal aan de Buurmanlaan, een vernieuwde sporthal bij de Kieviten, een impuls aan het winkelgebied en het centrum van, een nieuwe strandpost voor de Wassenaarse reddingsbrigade, herstel van de kaders langs het havenkanaal en een nieuwe woonvisie. Dames en heren, denk in mogelijkheden en bouwen aan een solide basis. Daarnaast ook het dorp zijn wat in beweging is en waar geïnvesteerd wordt in een verkeersonderzoek en het tegengaan van sluitverkeer. Maar aan de andere kant ook de versterking van ons sociaal domein, wordt er gewerkt aan een nieuw subsidiekader, evenement- en cultuurbeleid. En worden de initiatieven uit de lokale klimaattafels verder uitgewerkt. En een inclusief Wassenaar waar iedereen mee doet. Voor de realisatie van veel van deze onderwerpen hebben we de regio, provincie en het Rijk hard nodig. Werk aan de winkel, zou ik zeggen, om de waarde van Wassenaar nog beter over de voeding te krijgen in de metropoolregio en waar mogelijk een brug te slaan richting de Leidse regio. Dames en heren, ik ga afsluiten. Als wij niets doen, wie dan? De waarde van Wassenaar is te groot om niets te doen. Ik kijk er dan op uit om met u allemaal in het nieuwe jaar aan de slag te gaan om verder te bouwen aan ons veilig groene internationale dorp. Ik wens u allen een mooi 2020. En als u straks met elkaar een glas hebt, en dat kan ook al vrij zijn, maar het is inderdaad aan ieder om daar zelf een keuze in te maken. Ik wens u een gezellige voortzetting van deze avond. Het gaat goed.